Hallo allemaal, vandaag is de dag van de mantelzorg. Ja, wat kunnen we daar nou bij tekenen? Mantelzorg. We verzinnen er wel wat op. Teken je weer mee? Goed. Gaat u nog een keer. We tekenen eerst het mannetje achter die rolstoel dan wel. Zo. Zo. Doe het gewoon zo. Ja, natuurlijk die rolstoel zo. Het komt niet zo nauw die wielen, want daar kan je doorheen kijken. Er zit natuurlijk nog een stoel achter. Daar zit een mannetje in. Zo. Die is niet zo blij dat hij in die stoel zit natuurlijk. Zo. Maar wel blij dat hij natuurlijk inderdaad wordt verplaatst. Of dus dat er iemand voor hem is die hem overal heen kan brengen. De mantelzorger. Misschien moeten we er nog even bij zetten. Mantelzorger. 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 Ja, maar het is natuurlijk ook, er zijn voor mensen, eenzaamheid, dat je een arm om iemand heen slaat. Dat je de mensen helpt. Hoe kan je dat nou uitbeelden, dat je mensen helpt? Ja, je kan boodschappen natuurlijk doen voor iemand. Maar ik weet niet of dat dan weer echt een mantelzorger is. Mantelzorger verpleegt ook voor een deel iemand of woont bij iemand in. Je bijvoorbeeld als je echtpaar bent en je partner komt thuis te zitten of kan niks meer. En die moet verpleegd worden en jij gaat het doen. Dan moet je ook stoppen met werken. Ja, dan moet er opvang zijn, dan moet er ook geld zijn. En dan ben je mantelzorger. En dan moet je, dan ga je zorgen voor je partner. Maar je kan ook zorgen voor je buren, je kan zorgen voor oudere mensen, mantelzorgen. Ja, ik vind het een moeilijk plaatje vandaag, moeilijk om iets uit te beelden voor mantelzorg. Misschien kan jij iets beters verzinnen en ik zie jullie morgen in de volgende video.